Mannenbroeders SGP. Voorzitter, dank u wel. Ik werd even getriggerd door de reactie van collega De Groot op de interruptie van mevrouw Van der Plas. Ik vond dat, nou goed, ieder kiest zijn eigen stijl, dat laat ik ook voor ieder. Maar het verwijt in de richting van boer-burgerbeweging dat we vooral selectief shoppen. Ja, toen dacht ik van ja, maar wacht even, het is ook een publiek geheim over die hele interne stikstofdiscussie binnen D66. Het verwijt richting BBW dat ze vooral twijfel zaaien. En even later hoor ik eigenlijk gewoon de verwachting uitspreken. Ja, je kunt wel een landbouwakkoord sluiten, maar die agrarische sector heeft zich nog nooit aan een akkoord gehouden. En toen dacht ik van, nou nee, laat ik het woord hypocriet niet noemen, maar is de heer De Groot ook in staat tot zelfreflectie? En in die zin van dat je als u spreekt over halvering van de veestapel, wat dan later weer wat genuanceerd wordt, maar dat je dan tegenover die sector een keiharde destructieve positie kiest. Leidt dat nog tot enige zelfreflectie? Dit is overigens de enige, want ik wilde mijn interrupties voor iets anders bewaren, maar ik werd te veel getriggerd. En het was het voorbeeld van een niet korte en puntige vraag. Ik hoop dat het antwoord korter is, meneer De Groot. Ja, zelfreflectie kort is natuurlijk heel erg lastig. Die uitspraak was bedoeld om dit onderwerp te agenderen. Want in de 20 jaar ervaring die ik daarvoor had, is gekabbeld dat landbouwdebat maar door. En zolang het land niet op slot staat, gebeurt er niks. Dus dat is een harde uitspraak, dat weet ik. Dat heeft ook boeren pijn gedaan, dat zie ik ook. Toch was het noodzakelijk, omdat we het er nu wel over hebben. En omdat er nu echt miljarden zijn vrijgemaakt, ook voor de toekomst van de boeren. Dus het was, ik had liever gehad dat iemand anders gedaan. U had het ook kunnen doen, bijvoorbeeld. Hè? Want vanuit die liefde voor de boer, ook soms zeggen van, zo is het. En zo gaan we het doen. Dat is ook de inzet van D66, staat in het verkiezingsprogramma. Dat is heel raar. Dat is gewoon dus de inzet die je in onderhandelingen hebt. Vervolgens ga je dan met andere partijen kijken of je er een meerderheid uit kunt komen. En we zijn een heel eind gekomen. He, want de berekeningen in het coalitieakkoord die gaan ook in de richting van misschien wel 30% reductie van vee. Dus dat gaat de goede kant op. En dat is ook nodig. Want hoe je het ook wendt of keert, de problemen in dit land hebben toch te maken met de intensiteit van ons vee. Dus het is zeker iets, voorzitter, waar ik over nadenk. Waar ik ook zie wat het heeft gedaan bij boeren. Waarbij ik ook zie wat bijvoorbeeld Gert-Jan Segers, ChristenUnie, die maakte daarvan D66 wil de boeren halveren. Ik denk dat zo'n uitspraak eigenlijk veel meer pijn doet dan uiteindelijk wat ik zei. Ja, dat heeft de fractievoorzitter van ChristenUnie er toen van gemaakt. Dus het is ook vaak de reactie op dit interview. Er zijn weinig mensen die dit hebben gelezen, maar dat doet natuurlijk ook pijn bij de achterban. Meneer Bisschop. Voorzitter, ik constateer dat de heer De Groot vlucht in toelichting en uitleg, maar niet in staat is, althans niet hier op dit moment, tot zelfreflectie. Meneer De Groot. Nou, voorzitter, ik heb gezegd dat het mij ook wat doet, die uitspraken, als ik zie wat dat bij boeren doet. Zelfs melkverhouders, die nooit in die halvering zaten, want daar heb ik van gezegd, nou, dat is 30% minder vee, die waren daardoor aangedaan. En dan leg ik het ook uit. Ik ben bereid ze het allemaal, alle 18.000 ook uit te leggen. Dus dat heb ik gezien, dat ook echt iets gedaan heeft. Desalniettemin denk ik dat het goed was om te doen. Want we hebben het er nu over. Wij zijn ook met oplossingen gekomen die in het belang zijn van boeren. En we gaan het nu ook uitvoeren. Dus en niet op een koude manier, maar op een warme manier. Het is vaak lastig als iemand wordt genoemd bij naam en die kan zich niet weren. Het is altijd een beetje moeilijk en lastig. En het is ook eigenlijk beter om het niet te doen. Ook niet als het om niet-Kamerleden gaat. Zodra we een naam noemen, moet diegene zich ook kunnen weren. En dat is wel een beetje het probleem. Maar mogelijk kan meneer Grimmers er dan in zijn termijn nog op terugkomen als hij dat wil. Meneer Thijssen, PvdA.